De afgelopen maanden heeft de redactie van Sleutelstad onderzoek gedaan naar de 4 jaar gemeentepolitiek. Wat is er sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 gebeurd? Welke successen zijn er geboekt? Misschien ook wel belangrijk, welke mislukkingen? Welke beloftes zijn er gedaan? Zijn die ingelost? Tot aan de avond van de gemeenteraadsverkiezingen heb ik hier elke dag iemand aan tafel. Een lijsttrekker van 1 van de 10 politieke partijen die het voor het zeggen hadden. En de belangrijkste vraag is natuurlijk, hoe kijken zij terug op die afgelopen 4 jaar? Met alles tot 1 doel, wat moet je stemmen op 14, 15 en 16 maart? Want dan zijn die gemeenteraadsverkiezingen. En vanavond heb ik aan tafel Thijs Vos. Want als dé lokale partij van Leiden kwam partij Sleutelstad 4 jaar geleden met 2 zetels in de raad. Het belang van de burger werd voorop gezet. En het referendum werd benoemd als speerpunt. Na een roerige tijd, nu nog met 1 zetel in de raad, is Thijs Vos de opvolger van Maarten Kersten als lijsttrekker van partij Sleutelstad. Welkom in de studio, goedenavond. Dankjewel, IJsbrand. Misschien maar eens even beginnen met terugblikken. Waar bent u trots op van de afgelopen 4 jaar? Een aantal zaken waar ik het meest trots op ben, want je noemde al, bij ons was het hoofdspeerpunt natuurlijk het referendum. En er is wel iets gebeurd deze periode, want voor het eerst in 13 jaar is er een referendum, een stadsbreed referendum geweest in Leiden. Namelijk over het vierde hockeyveld dat in het Roomburger Park zou komen. En dat is waar ik het meest trots op ben, samen met verschillende organisaties uit de stad, bijvoorbeeld de Vrienden van het Roomburger Park, maar ook met andere politieke partijen, hebben wij ons heel erg hard gemaakt voor dat referendum. Ja. En dat is uiteindelijk gelukt. Het referendum is er gekomen en daarbij heeft ook het tegenkamp gewonnen. En dat is eigenlijk ook een tweede punt waar ik erg trots op ben. Dat het vierde hockeyveld niet in het Roomburger Park is gekomen ten koste van groen. Ja. En miljoenen euro's belastinggeld. Bent u er ook trots op dat er een tweespalt is gekomen in de wijk? Met mensen die kinderen op de hockeyclub hadden en mensen die het groen wilden behouden, dat te hoog opgelopen is? Het klopt natuurlijk dat natuurlijk bij een campagne kan het hoog oplopen. Dat is zeker waar en dat is natuurlijk niet het meest mooie element van een referendum. Maar tegelijkertijd is het denk ik ook wel goed om te realiseren. Kijk, als iets heel erg speelt, dan kan dat natuurlijk gebeuren. Dat is ook niet anders bij verkiezingen. Bij verkiezingen kunnen de spanningen ook hoog oplopen. En na verkiezingen is het ook altijd wel zo. En dat ik zou ook zeggen, dat verder trekken naar het referendum. Heb je ook dat de spanningen natuurlijk ook weer afnemen. Mm-hmm. En dat men weer gewoon tot de orde van de dag terugkeert. Ja, ja. Ik ben trots op het referendum. U had het ook als speerpunt. Zijn er ook dingen waar u terugkijkend van zegt, had ik dat maar anders gedaan? Is er iets mislukt, met andere woorden? Ja, kijk, wij hebben natuurlijk 4 jaar geleden hadden we natuurlijk een mooi ambitieus programma. Op veel vlakken is het niet gelukt om dat te realiseren. Dat hadden we natuurlijk wel heel graag, super graag wel gedaan. Maar ik denk dat het op dat vlak ook wel goed is om ook wel te schetsen in welke situatie wij natuurlijk zaten. We waren een nieuwe lokale partij. Een partij die ook duidelijk anders dacht op belangrijke onderwerpen. Of het nou bestuurscultuur is, het sociaal domein, bouwen, parkeren, veiligheid ten opzichte van veel andere partijen. In ieder geval de meerderheid in de gemeenteraad. En dat brengt natuurlijk ook met zich mee dat het nou eenmaal lastig is om punten te realiseren. Maar als ik kijk naar de zetels die we hadden, eerst 2, daarna 1. Met hoe weinig mensen we waren, dan ben ik wel echt wel trots op van wat we hebben gepresteerd. Het werk dat we hebben gedaan, de connecties die we in de stad hebben opgebouwd. Ook verschillende voorstellen die we er wel doorheen hebben gekregen. Ook op het vlak van participatie, ook al moet daar nog heel veel op gebeuren. Maar er is inderdaad ook nog heel veel werk aan de winkel. Dus ik had graag gezien dat er meer gerealiseerd was op dat vlak. Maar de komende 4 jaar dan gaan we daar even hard, zo niet harder, mee aan de slag. Ja, ik noemde het al in de inleiding en u noemde het net ook. U begon met 2 zetels en het is er inmiddels nog 1. En dat, dat heeft best wat teweeg gebracht in uw partij. Mm-hmm. En dat ging zelfs zover dat u elkaar trof in de rechtbank. En ik wil heel even luisteren naar wat de rechter daar over de partij zegt. Mag ik anders eerst even een vraag stellen? Wanneer is meneer Kersten nou benoemd tot bestuurder? En dat is in een algemene ledenvergadering gebeurd. Zijn daar noodhulen van? Hoe is die ledenvergadering opgeroepen? Zijn die verschillende personen dan ook op de juiste wijze benoemd door de algemene ledenvergadering? Of zegt u, ze hebben feitelijk gefungeerd als bestuurder? Wie stond toen in de Kamer van Koophandel als bestuurder? Of wie stond er? Mijn vraag was alle leden. Of dat nou een paar zijn, laat ik in het midden. Maar waren dat alle leden? Zijn alle leden per app opgeroepen? Ja, u trof elkaar in de rechtbank. Hoe luistert u hiernaar?
Ja, met weemoed. Het was natuurlijk het dieptepunt van de afgelopen 4 jaar. Dat, ja, het is misschien ook wel juist goed om het daar ook wel juist ook wel over te hebben. Want dit is iets wat natuurlijk, dit had nooit moeten gebeuren. Ik denk wel dat het niet te voorkomen was. Ik denk dat het op dat vlak ook wel goed is om te schetsen van, wat was de situatie nou van de partij 4 jaar geleden? Nou, de partij is in 2009 opgericht door een aantal mensen op het terras. Laat ik wel zien. Het is natuurlijk in een informele sfeer. Maar ook richting de campagne van 2018 bestond de partij feitelijk eigenlijk maar uit 4 mensen. Een hele kleine groep mensen die het goed met elkaar konden vinden. Mm-hmm. Allemaal ook gewoon het hart op de juiste plaats hebben. Maar ja, het was natuurlijk wel in die zin echt een start-up. Waarbij natuurlijk ook gewoon op veel vlakken nog gewoon geleerd moest worden. Nou, want dat is ook wel, u zegt, in wat voor situatie verkeerde partijen. Als we de rechter beluisteren. Mm-hmm. Ja, waren er wel noodhulen. Was de KVK op orde? Nou, uit onderzoek van Sleutel bleek toen ook dat niet het geval was. Nee, dat kan ik helemaal beamen als de secretaris die daarna is aangetreden. Ja, maar hoe is dat nou zo gekomen? Hoe kon het nou gebeuren dat u uiteindelijk bij die rechter terecht bent gekomen? Ja, dat had natuurlijk op de eerste plaats heel simpel met de administratie te maken. Die was gewoon niet voldoende. Het was ook gewoon een situatie waarbij informeel op het terras bij iemand thuis afspraken werden gemaakt. Lijsttrekker aangewezen, bestuursleden aangewezen. En zolang de verhoudingen goed zijn, is dat op zich in die zin leidt dat niet tot problemen. Mm-hmm. Want dan is iedereen gewoon het erover eens. Maar je krijgt natuurlijk wel de situatie. Het is nooit op een goede manier, adequate manier vastgelegd. Ja. En als er dan natuurlijk op een gegeven moment geschillen ontstaan, dan krijg je inderdaad wel een probleem. Dat is ook een reden, want ik zou dat ook wel gelijk willen zeggen. Dit is inderdaad het dieptepunt dat we hebben meegemaakt. Maar het is ook iets waar we sterker uit zijn gekomen. Kijk maar op onze website www.partijsleutelstad.nl. Er is een heel kopje vereniging. Er staan alle formele documenten op. U hebt zich wij zijn sterker nog. Wij zijn, zover ik weet, de enige partij in Leiden die bijvoorbeeld de jaarrekeningen publiekelijk, transparant publiceert op de website. Dus dit was voor alles u wordt genotuleerd, elke vergadering. Het was voor een wake-up call. U hebt de partij echt van een start-up eigenlijk naar een wat meer volwassen partij geholpen, als ik u zo hoor. Tegelijkertijd ook in die rechtszaal kwam er ook een politieke eigenlijk kwam de politiek ook aan de orde. En daar wil ik ook heel even naar luisteren. Ja, dat is misschien een gekke vraag die ik helemaal niet zou mogen stellen, maar ik doe het toch, want ik ben gewoon nieuwsgierig. Heeft u nou het gevoel dat u echt aan verschillende kanten op bent gegaan? Qua politieke ideologie? Wij zijn de oprichters. De basis is dat de burgers voor het zeggen zouden krijgen. En wat er nu gebeurd is, we zijn echt politiek gaan bedrijven. Ja. In achterkamertjes. En dat is, op sommige momenten moet je wel. Ja. Maar als het constant zo is, dan is de basis, de kern weg. Ja. Ja, het belang van de burger stond niet meer voorop bij u, zegt Anand Silpersat, een van de duo-raadsleden van de toenmalige partij Sleutelstad, nu bij Leiden Participeert actief. Bent u achterkamertjespolitiek gaan bedrijven? Nee, ik wil me echt verre van die suggestie werpen wat daar gezegd werd. Ik vind het ook een totaal onbegrijpelijke opmerking. En ik wil op geen enkele manier ook uithalen tegen onze voormalige collega's. Maar er is me dan toch wel één ding wat me wel van het hart moet. De partij is opgericht om meer burgerinspraak te realiseren. Het referendum als belangrijkste middel. Er wordt nu gezegd dat wij de idealen hebben verlaten. Dat wij achterkamertjes zouden zijn gaan bedrijven. Maar het is tegelijkertijd de meneer die net heeft gesproken, die gewoon openlijk in een commissievergadering zegt dat hij genezen is van het referendum. Het speerpunt waarvoor de partij is opgericht. En wij zijn degene die ons keer op keer hard hebben gemaakt voor het referendum. Dat is ook waar we het interview mee begonnen. Zeker. Dat wij ons voor het referendum hebben ingezet. Ja. Handtekeningen hebben verzameld bij Leeds. Bij Roomburgerpark. Ja. We hebben ook, dat weten wij natuurlijk ook, we hebben ook achter de schermen hebben we ook wel eens gewerkt aan nieuwe referenda. Ja. We hebben ons keihard ingezet met amendementen, moties, initiatiefvoorstellen wat in de maak is over het referendum. Dus je hebt heel veel gedaan op wij hebben er ons volledig voor ingezet. Ja. En wij zijn niet degene die genezen zijn van het referendum. Nee. Verre van. U hebt naast dat u zich hard gemaakt heeft voor het referendum natuurlijk ook inhoudelijk heel veel gedaan de afgelopen 4 jaar.
noem een aantal dingen. Minder geld naar Bioscience Park bijvoorbeeld. Mm-hmm. Geen biomassa-centrale als onderdeel van de energiestrategie in de regio. Het herinvoeren van een zwemles op school in het klein. Ook grote parkeertarieven niet direct verhogen, maar stapsgewijs. Mm-hmm. Dat zijn allerlei inhoudelijke punten waar geen referendum over is geweest. Waar u ten dele in uw verkiezingsprogramma van tevoren wel aandacht voor heeft gevraagd, maar ook niet voor al die punten. Mm-hmm. Hoe konden de mensen 4 jaar geleden weten dat u hiervoor zou gaan? Op de eerste plaats stonden natuurlijk gewoon veel van onze punten in het verkiezingsprogramma. En bijvoorbeeld op het vlak van parkeren. Het is natuurlijk wel altijd zo, een verkiezingsprogramma, dat kan nooit een boodschap geven voor de volledige komende 4 jaar. Er zijn nieuwe issues die opspelen. Soms ook gewoon zaken waarbij je op dat moment niet helemaal bij stil hebt gestaan. Dat betekent ook wel dat je als gemeenteraadsfractie natuurlijk uiteraard waarbij je in samenspraak met de burgers doet, waarbij je luistert, waarbij je de wijk in gaat, dat je inderdaad ook zelf met voorstellen komt en keuzes maakt in de gemeenteraad. Maar het is juist daarom ook zo hartstikke belangrijk dat we een referendum hebben, zodat de burger, de leidenaar, als die inderdaad vindt dat wij geen goede keuzes maken, een referendum kan initiëren en ons gewoon kan corrigeren. Wij zijn de enige partij ook die in ons verkiezingsprogramma ook helder zegt, als er een referendumuitslag is, dan volgen we dat gewoon. Ja, dat is ook punt. Gebleken, ja. Ja. Misschien daar meteen even naartoe. U had zich ook voorgenomen om regelmatige peilingen te houden in de stad. Het referendum laagdrempeliger te maken. Nou, u hebt al terecht gezegd, kijk, u had mm-hmm. 2 zetels in de gemeenteraad. Dus het was ook niet zo te verwachten dat als u een idee heeft dat het maar zomaar gebeurt. Dus dat is natuurlijk ook wel de context waar we binnen moeten zien. Maar in 2018 sprak ik Maarten Kersten met een concreet plan, althans toen. Laat ik even horen. Dat zijn dus regelmatige peilingen die we willen. En ook wel referenda over hele belangrijke zaken, maar voornamelijk eerst digitale peilingen en digitale referenda. Wij zijn eigenlijk wel van plan om al vrij snel in bepaalde raadsvergaderingen over bepaalde onderwerpen een peiling aan te vragen. En desnoods om een nu nog niet volmaakte peiling te doen, maar wel dat je een indicatie hebt. Kijk, het is zo dat als wij maar keer op keer blijven zeggen in de raad, als we eenmaal uit dat systeem zijn, we zeggen dit willen we en dit hebben we op onze eigen site staan, dan doe het maar. Peil maar gewoon. En het lijkt me sterk dat na 4 jaar drammen van ons, dat ze dan nog niet eens een keer een beetje meebuigen. Ja, 4 jaar drammen. Ik heb u vaak referendum horen zeggen. Maar als ik kijk naar hoe dat gegaan is met dit voorstel, uiteindelijk is het nooit in de stemming gebracht in de gemeenteraad om regelmatige peilingen op de website van de gemeente te initiëren. Hebt u dan wel gedramd op dit punt? Want er is uiteindelijk, ik heb op uw website geen peilingen gezien. En er zijn bij de gemeenteraad geen regelmatige peilingen gehouden. Heeft u gedramd, zoals ik Maarten Kersten in 2018 beloofde? We hebben zeker gedramd. En ik ben ook wel blij dat je dit fragment laat horen over de peilingen. Want eigenlijk al vrij snel naar de verkiezingen is er eigenlijk een vertaling gekomen. Op dat vlak naar eigenlijk 2 paden die we zouden gaan bewandelen. Enerzijds het referendum waar we het net over hebben gehad. En anderzijds de peilingen, de digitale peilingen. Een collega van mij, Hans Verdam, die heeft het ook verder uitgewerkt naar e-tools. Wij vonden, en dat is een heel belangrijk standpunt ook gebleven, wij willen inderdaad e-tools, waarbij inderdaad e-tools kan je het noemen, digitale stemmingen, peilingen, hoe je het verder ook noemt, waarbij als er een onderwerp richting de gemeenteraad komt, dat inwoners daar dan ook kunnen stemmen en laten weten hoe ze erover denken. Ja. We zijn daar ook eigenlijk direct ook mee aan de slag gegaan met lobbyen bij de wethouders. We zijn in gesprek gegaan met wethouder Spijker, met toenmalig wethouder Leeuwers, die verantwoordelijk mm-hmm. was voor participatie, met het centrale boodschap. Kom nou eens met een e-tool. En het leuke is, die is er gekomen. Doe mee leiden. Ja. Er zijn honderden stemmingen geweest, honderden peilingen, als je het zo wil noemen, over onderwerpen die vervolgens naar de gemeenteraad gaan. En soms ook zelfs onderwerpen die onder het college vallen. Ja, dus ik zou zeggen, dit is, het is misschien geen 100% vertaling, maar er is echt iets veranderd op dat vlak. Mm-hmm. Dat systeem bestond niet toen wij in de gemeenteraad kwamen. Wij hebben ervoor gelobbyd en uiteindelijk is het er ook gekomen zelfs. Ja, en is daarmee dit afgevinkt? Het kan altijd beter. Wij hebben er ook nog steeds ideeën van hoe dat beter kan. Wij zouden ook graag zien bijvoorbeeld dat via zo'n e-tool Doe Mee Leiden, dat mensen bijvoorbeeld ook zelf hun eigen plan kunnen uploaden. En, een amendement misschien wel indienen in de raad zelfs, zag ik bij D66 in het verkiezingsprogramma. Dat zou ook een hele interessante optie zijn. Dat je ook zelf bij kunt dragen. Right to challenge is wel net iets anders, maar een recht op amendement, dat zou
Ja, dat, daar staan wij wel erg positief tegenover. Dat is zeker iets... Van, eigen ideeën inbrengen. Ja. Op uw site ben ik die peiling nooit tegengekomen. En u hebt natuurlijk gezegd, wij willen graag meegaan met de Leidenaar hierin. Waarom hebt u op uw eigen site niet de mening gepeild van de Leidenaar? Ja, dat is inderdaad een terecht punt. Dat is uiteindelijk ook een bewuste keuze geweest. Dat heeft ermee te maken dat zo'n systeem als Doe Mee Leiden gewoon eenmaal een veel groter bereik heeft dan onze eigen website. Ja. Ja. U zet in op die digitale peilingen, Doe Mee Leiden natuurlijk. Tegelijkertijd bleek uit het het Leiden-panel, 75-plussers, daarvan gebruikt 20% internet nooit. En je ziet het hier ook, mensen die het regelmatig gebruiken, ook 65 tot 74 jaar. Nou, dat is 70%, maar ook zeker niet dagelijks. Is dat dan voldoende? Nee, een peiling is niet voldoende. Ook het Doe Mee panel is zeker niet voldoende. We hebben ook een heel hoofdstuk natuurlijk, Nieuwe Democratie, die gaat over zaken waar wij de participatie willen verbeteren. En dat moet op meerdere manieren. Dat moet parallel aan elkaar bestaan, naast elkaar bestaan. Enerzijds inderdaad digitale stemmingen, peilingen, e-tools, hoe je het ook wil noemen. Maar daarnaast ook gewoon fysieke inspraakbijeenkomsten uiteraard. We zouden het ook mooi vinden als we bijvoorbeeld meer zouden gaan werken met loting, burgerfora, burgerraden. Daarnaast ook natuurlijk gewoon, en dat is misschien zelfs nog wel het allerbelangrijkste, ook zelf de wijken ingaan en in gesprek gaan met mensen. Op die manier peilen wat mensen ervan vinden en dat ook door te laten werken in het standpunt dat je uiteindelijk neemt in de gemeenteraad. Iets wat wij ook altijd zoveel mogelijk proberen te doen. Ja. Misschien daar naartoe. Ik heb mensen gevraagd of ze vragen hadden voor de lijsttrekkers die ik hier aan tafel zou hebben. Ik kreeg daar een vraag van Desiree van Zomeren, zij is Leidenaar. En zij zegt, omdat de wijken rondom het centrum enorme parkeerproblemen hebben gekregen voor de aanleg van parken. Dus er is groen in plaats van parkeren gekomen. Wil ik van u weten of uw partij de vergroening van de Kaasmarkt gaat blokkeren. Of in ieder geval de vergroening in een referendum aan ons gaat voorleggen. Dat is een heel terecht punt inderdaad. We zien natuurlijk juist ook in de binnenstad dat er steeds meer een probleem ontstaat. Omdat bewoners hun auto niet meer kwijt kunnen, want er wordt inderdaad fors geschrapt in het aantal parkeerplaatsen. Dat is natuurlijk de achtergrond van de hele kwestie. Specifiek bij het kaas... De kaasmarkt, ja. De kaasmarkt is het natuurlijk zo dat... daar niet alleen parkeerplaatsen verdwijnen, maar dat natuurlijk ook de garage boven de Albert Heijn in de hoge Rooigracht, dat die wordt verhoogd en dat daar ook extra plaatsen bij terugkomen. Ja. Maar goed, je kunt dat maar één keer uitgeven natuurlijk. Hè. Rondom verdwijnen ook meer parkeerplaatsen. Op de Hooigracht zijn ook parkeerplaatsen. Waar je kunt niet telkens naar die kaasmarkt blijven verwijzen. Dat klopt, verwijzen. Maar ditmaal gaat het natuurlijk specifiek over de kaasmarkt. Ja. Waarnaast dus, althans op een hele korte afstand, parkeerplaatsen erbij komen. Dat is waarom wij in eerste instantie, althans onze houding is positief tegenover het plan om de kaasmarkt te vergroenen. Ook omdat het in samenspraak met bewoners is gemaakt. Ook omdat het heel goed zou zijn als er meer groen komt, ook in de binnenstad. Maar zou u er een referendum over willen, is het tweede deel van de vraag, willen voorleggen over de kaasmarkt bijvoorbeeld? Ik zou sowieso de Uiterluwe binnenstad een heel mooi onderwerp vinden voor een referendum. De kaasmarkt... Dat zou ik ook heel interessant vinden voor een buurtreferendum. Wij zetten ons inderdaad ook juist in voor een buurtreferendum. En we hebben recent inderdaad ook een amendement voor ingediend om dat mogelijk te maken. Waarvan de burgemeester zei, je kunt het helemaal heel lastig bepalen wie nou de belanghebbenden zijn bij een ontwikkeling. Dus hebben we alleen een stadsbreed referendum. Ja, dat heb ik ook gehoord inderdaad. Tegelijkertijd zijn er ook gewoon verschillende gemeentes die dat ook toepassen. Amsterdam heeft ook de mogelijkheid gecreëerd. Ja. Ook andere gemeentes. Dus ik denk zeker wel dat dat... Het is natuurlijk niet het allermakkelijkste, maar je kunt zeker wel een gebied markeren waar het onderwerp specifiek op betrekking op heeft. En mochten daar eventueel bezwaren tegenkomen vanuit de rest van de stad, dan kan je natuurlijk altijd dat nog heroverwegen en toch terugvallen op een stadsbreed referendum. Ja. Toen ik naar uw partijprogramma keek van 4 jaar geleden, toen kwam ik natuurlijk allerlei ideeën tegen die het niet gehaald hebben. Ik zei het net al, natuurlijk bent u een kleine oppositiepartij. Ik kwam bijvoorbeeld ook de conflictbemiddelaar tegen uw voorstel. Nou, ook dat voorstel heeft het uiteindelijk niet gehaald in de raad en is ook niet eens ingediend in de raad.
Mag ik het is ingetrokken? Zeggen? Ja, dat mag. Het is wel ingediend, maar je zei het zelf net al, ingetrokken inderdaad. Het is wel ingediend, maar het is ook weer ingetrokken. Ja. Maar dat laat natuurlijk zien dat u wel pogingen heeft ondernomen. En ik vroeg me af, hoe lastig was het nou voor u als oppositiepartij de afgelopen 4 jaar? Het is lastig, om meerdere redenen. Op de eerste plaats merken we toch heel duidelijk dat er toch wel een gesloten bestuurscultuur gekomen is. Waarbij heel veel in een vuistdik coalitieakkoord wordt geregeld. Waardoor je eigenlijk sowieso als gemeenteraad, en dat geldt niet alleen voor ons, minder invloed hebt op het beleid en het lastig is om er door te komen. Ik denk dat je dat ook nog veel zal horen in de gesprekken met andere oppositielijsttrekkers. Ja, en het is natuurlijk ook lastig dat we natuurlijk ook op veel vlakken toch ook een andere meerderheid tegenover ons vinden. En als derde, we waren destijds een nieuwe partij die ook het spel natuurlijk beter moest leren. Dat is natuurlijk ook gewoon waar. Hmm. Er wordt ook wel eens gezegd, je als raadslid of als Tweede Kamerlid ben je eigenlijk de eerste 4 jaar aan het leren. Hmm. Ik denk dat daar zeker ook wel een kern van waarheid is. Hmm. Je krijgt steeds meer ervaring met hoe je een voorstel moet indienen, hoe je het best kan brengen. Hoe je de achterkamertjes moet gebruiken. Dat is hoe je goed kan lobbyen inderdaad. Ja, ja, maar dat was precies de kritiek ook wel die er natuurlijk bij de splitsing van de partij kwam. We zijn begonnen als anti-establishment partij. En nu komen we langzaam in die lobby terecht. Ik vrees dat lobbyen inherent is aan de politiek. Ik zou zelf ook het liefst hebben dat alles voor de camera zou gebeuren. En daar spreken we ons regelmatig ook voor uit in de gemeenteraad. Maar ja, we zijn natuurlijk wel onderdeel van een systeem wat we niet zelf hebben ontworpen. En dan kan je 2 dingen doen. Je kan aan de zijlijn gaan staan. En dan zal je sowieso niet iets bereiken. Of 2, je kan ervoor strijden. Dat moet soms door lobbyen. Soms door een referendum aan te vragen. Heel vaak, meestal door in de stad te zijn of door in de commissie het debat aan te gaan. Om inderdaad ervoor te zorgen dat je dat systeem juist kan veranderen. Ja. Dat er meer openheid is. Dat er meer geluisterd wordt naar de burger. Ja. Maar ja, daarvoor moet je soms ook de handschoen oppakken die geboden wordt. Ja. Heeft u eigenlijk dan een wethouderskandidaat klaarstaan om, als u de mogelijkheid krijgt, mee te gaan regeren? Of is dat niet het doel? Of mee te gaan besturen, moet ik zeggen. Of is dat niet het doel voor de komende 4 jaar? Ik zou daar 2 dingen op willen antwoorden. Het primaire doel van ons is om de bestuurscultuur te veranderen. Wij willen dat er weer een open cultuur komt waarbij niet alles wordt dichtgetimmerd, maar het liefst eigenlijk alleen een aantal hoofdpunten op 1A4'tje. Net zoals ook in 2010 het geval is. Ja. En daarbij past ook een ander soort college. Wij denken dat het veel beter zou zijn als je een minderheidscollege hebt, zodat niet alles in de achterkamertjes afgetikt kan worden, maar er toch veel meer ruimte komt voor de raad om mee te beslissen. Ja. En ook om burgers inspraak te geven. Want die lopen natuurlijk ook tegen het feit aan dat veel is dichtgetimmerd. Ja. Wat betreft onze college-deelname, we zeggen tegelijkertijd ook niet nee tegen een meerderheidscollege. Als de kiezer het ons gunt, dan willen wij ook zeker het initiatief nemen voor een minderheidscollege. En het antwoord is ja, er zijn een aantal namen die we inderdaad die op het lijstje staan. Ja, T. Vos misschien ook wel. Nee. 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 Ik heb op de eerste plaats een hele mooie baan. Ja. En op de tweede plaats ben ik verkiesbaar voor raadslid en niet voor wethouder. Ja. U noemde net terecht al dat met andere oppositiepartijen natuurlijk ook die bestuurscultuur ter sprake komt. En gisteren sprak ik Pieter Krol van de ChristenUnie. En hij heeft ook een vraag voor u achtergelaten. En die wil ik u graag laten zien. In de politiek gaat het heel vaak over wat we belangrijk vinden. En dat is terecht. Maar wat mij betreft gaat politiek ook over de vraag hoe je dingen wil bereiken. En bij Partij Sleutelstad vind ik het nog wel eens ingewikkeld om te achterhalen wat ze intrinsiek zelf vinden bij dingen. Hè? Dus het gebeurt best wel vaak dat Partij Sleutelstad één op één verhalen, nou, ongefilterd doorvertaald en meeneemt naar de gemeenteraad. En dat mag. Maar dan ben ik wel benieuwd hoe afwegingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld in het Roomburgerpark zag je dat Partij Sleutelstad aanvankelijk best wel gewoon positief stond tegen een 4e hockeyveld. En ergens in de loop van zo'n proces kantelt dat dan. En nu komen ze op voor de belangen in de buurt en zijn ze helemaal voor een groene inrichting. En op zich met die draai ben ik blij, want de ChristenUnie pleit vanaf het begin af aan voor een groene inrichting van dat Roomburgerpark. Maar ik ben wel benieuwd hoe je nou een afweging maakt tussen aan de ene kant wat je zelf intrinsiek vindt als partij en aan de andere kant die signalen die je uit de stad hoort. En eigenlijk is dan de vraag kortom, hoe weet ik nou waar Partij Sleutelstad echt voor staat?
Nou, op de eerste plaats kan Pieter natuurlijk de eerste pagina van het verkiezingsprogramma bekijken. Want daar staat eigenlijk al het antwoord op die vraag. Wat wij daarin zeggen is dat wij hebben een heel programma gepresenteerd met punten op verschillende onderwerpen. Dat zijn onze intrinsieke meningen. Maar tegelijkertijd zijn wij de Partij voor Inspraak. Dat betekent dus ook dat wij, als er inderdaad een onderwerp in de raad komt, dat wij ook de stad ingaan om te horen van wat vinden buurtbewoners, andere belanghebbenden ervan. En dan gaan we dat wegen waarbij het de mening van de leidenaar of de specifieke buurtbewoner voor ons heel zwaar weegt. Is dat zo en dat bij het Hamburgerpark ook gelopen? Want Pieter noemde ook. Mag ik daar straks op terugkomen? Ja. Eerst even bij de antwoord afmaken. Dat mag u. Ja. En we hebben ook gewoon expliciet zelfs in ons programma aangegeven dat als inderdaad blijkt dat de burger er anders over denkt, dat wij ook bereid zijn om dat te volgen en dan dus ook een deel van het programma los te laten. En bovenal dat dus het referendum altijd doorslaggevend is. Ja. Om nog even terug te komen op het Roomburger Park. Ja, dat wordt wel enigszins anders voorgesteld dan het eigenlijk is gelopen. Aanvankelijk waren wij een voorstander van om te kijken of we die belangen van enerzijds het vierde hockeyveld en anderzijds Van Groen samen konden brengen. We hebben daarom ook het initiatief genomen om een nieuw participatietraject te gaan starten om te kijken of dat zou lukken. En daar stond u met flyers te protesteren. Dat was een stap verder. Ja, precies. Maar om daar een antwoord op te geven, met voortschrijdend inzicht is ons wel duidelijk geworden, die twee zijn niet te verenigen. Je kan niet enerzijds een groen park houden en anderzijds een vierde plastic hockeyveld erin leggen. Ja. En voor ons, en dat is eigenlijk altijd ons standpunt geweest, doorslaggevend dat het groen in het park gerespecteerd moet worden. Ja, duidelijk. Ik zou bijna zeggen, morgen zit Anton Theeuwen hier. Ik zou bijna willen zeggen, uw collega-partij eigenlijk. Want u bent vaak samen opgetrokken de afgelopen 4 jaar. Wat zou u van hem willen horen? Ja, we hebben inderdaad, Antoine, we hebben het vaak samen opgetrokken in de gemeenteraad. Zeker op het vlak van de zorg en ondersteuning en het armoedebeleid voor de wat armere leidenaren. We hebben elkaar eigenlijk altijd kunnen vinden. En daarnaast zijn we natuurlijk allebei partijen die ook staan voor een open bestuurscultuur. Die meer wil luisteren naar de inwoner en die meer ruimte wil voor de gemeenteraad om zelf keuzes te maken. Daarom heb ik voor jou, Antoine, de volgende vraag. Als jij na de verkiezingen op het punt staat dat je zou kunnen kiezen tussen enerzijds een coalitie of een college waarbij de bezuinigingen op het sociaal domein terug worden gedraaid en het 100% sociaal wordt, of anderzijds een college of een coalitie waarbij die open bestuurscultuur weer terugkeert en waarbij de raad weer aan de macht komt, om het zo te noemen. Wat zou je dan van deze twee kiezen? Mooie vraag. Dank u wel. Tot slot, waar mag ik u over 4 jaar op afrekenen? Waar u ons op mag afrekenen is dat wij, als wij in het college komen, dat wij 1. Een laagdrempelig referendum hebben en 2. Dat de bezuinigingen op het sociaal domein grotendeels worden teruggedraaid. En als u in de oppositiebank blijft zitten? Dan kunt u ons op afrekenen dat wij zoveel mogelijk de punten in ons verkiezingsprogramma met die twee die ik net heb genoemd vooraan proberen te realiseren. En dat we daar al het werk in stoppen wat we kunnen. Thijs Vos, de lijsttrekker voor Partij Sleutelstad, verkiesbaar op 14, 15 en 16 maart. Want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Morgen zit op zijn plek Anton Theeuwen van de Socialistische Partij. Ik ben er om 8 uur weer. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond.